Hebben jullie al wel eens eerder gewonnen? Nee. Het was een vrolijke bedoeling afgelopen weekend in het centrum van Druten. Voor de 24ste keer werd het beachvolleybaltoernooi gehouden door de Drutense volleybalvereniging. Het is ooit in 1997 ontstaan door mensen in de kroeg in de Gouden Leeuw. Die hadden bedacht om het toernooi te organiseren. Dat is 24 jaar later nog steeds hier in dezelfde vorm. Omdat mensen het leuk vinden om te beachvolleyballen. Is het leuker dan gewoon volleybal? Nou, het is voor gewoon voor ons ook leuk. Natuurlijk in de zaal. Maar ja, goed, als het mooi weer is, wil je graag buiten zijn. Dus dan doe je het graag buiten. Dan is het beachvolleybal de ideale combinatie. Eén keer in het jaar volleyballen wij gewoon met beachvolleybal Druten doen wij gewoon mee. Het grootste gedeelte van de deelnemers zijn beginners. Dus die volleybal ook echt maar één keer per jaar. En gaan jullie straks voor de prijs? Ja, altijd. Natuurlijk. Altijd gaan wij voor de prijs. En wij gaan deze keer niet verliezen. Hebben jullie al wel eens eerder gewonnen? Nee. Maar dat maakt niet uit. We doen mee voor de lol en we hebben gewoon heel veel lol en altijd plezier. Zondag viel het mee met de hitte, maar zaterdag was dat anders. Met voldoende water, zonnebrand en korte wedstrijden konden de toernooien toch doorgaan. Het was een hele mooie warme dag inderdaad. Het is heel goed gegaan. Iedereen heeft zich goed vermaakt. Er is veel gedronken, veel water. Dus iedereen heeft zich goed gehouden en het was een hele mooie dag. Zijn er niet mensen flauwgevallen bijvoorbeeld door de hitte? Nee, er is bij ons gelukkig niks fout gegaan. Dus daar ben ik wel heel blij mee. In september is het WK volleybal voor vrouwen in Nederland en Polen. Het team van de Dominicaanse Republiek logeert dan in Druten. Ja, wij proberen het te promoten. We hebben wat reclamemateriaal van het damesvolleybalteam hier op het toernooi hangen. En we promoten Brazilië en de Dominicaanse Republiek.